Alleen toch gezegd dat we hier een brugje gaan maken, zo'n fietsersbrug, en dat vandaag feestdag zijn. En wel, daar zit ik hier voor dat feest, dat is hier niks te zien. De luchtbrug, hè, dus dat is een luchtbrug, daar kun je eigenlijk, het is niet een schoon brug, maar je kunt er niet over wandelen. Maar niet te meer, we hebben speciaal met u gekomen, bent voor een andere oplossing gekozen. Ik ga ze rap even halen, wacht. En dan kan u zo peddelen naar de overkant en dan heeft u eigenlijk ook een brug. Helemaal in het noord, hè, waar dat u met de fiets door kan. Dus u kan daar nu naartoe rijden. En speciaal voor u hebben we de finishing van de tunnel ook wat vervroegd. Dus die is in 2028 af. Dus als je heel even wacht, dan kun je er daarna deur aan. Hè. Ja, dat is heel spijtig. Maar in de plaats daarvan krijgt u de fiets zelf. U kan, ja, u mag, als u wilt, dan mag u even naar Oboken rijden en daar de pont pakken. En zo kun je ook over geraken. Hè. Het is een klein beetje winderig ook vandaag. En je doet dat wat handig en je springt dan en je weegt niet te veel. Dan kun je misschien ineens vanzelf tot aan de overkant van het Schelde vliegen. Gewoon de tunnel onder het Schelde pakken. Hè. Dat schiet naar achter. Het enige probleem is, de lift is kapot en die gaat pas om 11 uur morgens terug open. Maar je kunt er een koffie drinken en je kunt er een klappetje doen met de mensen. Dus voilà, veel plezier. En sorry hè. Nou, sorry hè. Sorry. Sorry, Boes. Sorry, yeah.